Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie leuke paasdagen hebben gehad, zodat je erop uit hebt kunnen gaan. Dat je hebt genoten van het misschien bij elkaar zijn van familie of vrienden. Of misschien heb je jezelf wel verblijd met een fijne lunch, al had je even niemand om het mee te delen. Vandaag ga ik eens even zitten voor de 4-4 Engelenpoordag. Morgen. Normaal gesproken heb ik natuurlijk de video al iets eerder online staan. Maar ik heb ook lekker mijn tijd even genomen. Vooral naar de sterrenbeeldreadingen, wat toch wel veel tijd heeft gekost. Maar we gaan eens kijken, want morgen, de energie kan dus nu ook al een beetje voelbaar zijn. Hè? We zitten natuurlijk ook nog met die Mercurius retrograde. We krijgen nog de nieuwe maanenergie op 8 april. Er zal deze week ook een video van online gaan komen. Ik denk over 2 dagen of zo. Maar er is zoveel aan de hand. En dit kan best wel wat verwarring met zich meebrengen. Dit kan onrust met zich meebrengen. En vooral deze energiepoort, die 4-4 poort. 4 staat natuurlijk ook voor het stukje brengen van ritme, stabiliteit, structuur, kalmte. Maar door alle andere energiestromen eromheen kan deze engelenpoort wat spanning met zich meebrengen. En vooral binnen relaties kan dit naar voren gaan komen. Maar natuurlijk ook in andere situaties kan die spanning ervaren worden. En vooral omdat het tot onverwachte gebeurtenissen zou kunnen gaan leiden. Er speelde zo ontzettend veel dat er van alles in één keer in een oogwenk kan veranderen of in één keer iets op kan spelen. En zo kan het dus ook zijn dat je misschien plotseling een bericht ontvangt wat eigenlijk volledig alles kan veranderen. Mercurius staat natuurlijk ook voor het stukje communicatie, maar ook het stukje denken. Deze loopt dus nu retrograde, daar kan dus ook wat misverstanden door gaan komen. En het is dus belangrijk om vooral intern te gaan voelen wat het allemaal met zich meebrengt. Wat deze dag met zich meebrengt. Wat de boodschap die je mag ontvangen met zich meebrengt. En welke verandering daaraan gekoppeld zit. Hoe kun je het beste aanpakken? Hoe kun je misschien wel in gaan zien dat het tijd wordt om bepaalde knopen door te gaan hakken. Maar wat je eerder nog niet hebt gedaan omdat je door angst weerhouden werd. En eigenlijk bang was om door te pakken. Maar er kan ook een soort energieboost gaan komen. Waarmee jij minder afhankelijk zou willen zijn van anderen. Waarmee jij meer in je kracht gaat staan. Waardoor jij ook meer mogelijkheden gaat zien om je eigen pad te gaan bewandelen. En dat eigen pad bewandelen hoeft dus absoluut niet een pad te zijn waar je alleen op wandelt. Hè, als je in een relatie zit, kan dat ook gewoon met zich meebrengen. Maar waar je wel meer je eigen ruimte gaat opeisen om je eigen te ontwikkelen. Want daar gaat nu wel de tijd voor komen. Dat je ook de ruimte gaat omarmen die je aangeboden krijgt vanuit de engelen. En de engelen geven jou eigenlijk de moed om de ideeën die ze aanreiken ook iets mee te gaan doen. En je zult ook puzzelstukjes op zijn plek voelen vallen. Dat je ook merkt van oké, inderdaad, dit komt nu in mijn vizier. Of er komt een boodschap binnen. Of je ziet een artikel. En er gaan puzzelstukjes neergelegd worden. Waardoor alles helderder wordt. En het is dus belangrijk dicht bij jezelf te blijven. Waardoor jij als persoon dus eigenlijk soepeler door deze verandering heen kunt navigeren. Maar er ligt ook wel een grote uitdaging in het feit dat je moet blijven, je intuïtie moet blijven volgen. Dat je het vertrouwen dient te hebben om volgens jouw gevoel te handelen. Niet vanuit je hoofd, want ook Mercurius die kan ervoor zorgen dat je weer meer in je hoofd zit. Dat je misschien andere activiteiten in gaat zetten als waar je normaal zou doen. Waar je misschien niet blij mee bent om te gaan doen. Waarbij je moeilijke nee kunt zeggen of wat dan ook. Dus dat speelt heel veel. Zoals je ziet liggen er ook al 2 kaarten op tafel. Een stukje geduld komt naar voren. Een stukje geduld is wenselijk. En ga iets niet forceren. Nadrukkelijk dus wat naar voren komt. Het stukje forceren is
ja, meer gericht op het stukje dwangmatig iets willen, voel ik. Dus niet een bepaalde manifestatie wat je vanuit liefde hebt gedaan en het daarna weer los hebt gelaten. Nee, iets dwangmatigs wat geactiveerd is. En nu zal dit totaal niet met iedereen resoneren, maar het komt wel naar voren. Dus ik mag het wel duidelijk overbrengen. Ik heb andere kaartendecks ook klaargelegd, dus we gaan even kijken wat er nog naar voren mag komen. De komende periode, niet alleen dus met die Engelenpoordag, maar ook echt nog ja, de komende dagen. Oh. We hebben Nurture Your Temple en we hebben Look to the Stars. Je innerlijke stukken gaan omarmen, jouw innerlijke stukken gaan voeden. En dit kan dus letterlijk met voeding zijn. Dit kan goede zorg zijn dat je je rust gaat geven. Dat je goede nachtrust kunt krijgen. Dat je je agenda niet te vol hebt staan. Het is tijd om aan jezelf te gaan denken. En nu voelt het voor mij ook dat sommigen in een bepaalde, op een automatische pilootstand staan. En dat iets nog niet voltooid is, je het gevoel hebt dat het al bijna in zicht is en dat je het al bijna kunt ruiken, maar je wil sneller als dat ze hier aangeven dat nodig is. Even weer terug naar de kern, even terug in je bubbel. Morgen is het ook een mooi moment om te mediteren, om misschien lekker het bos in te gaan. Misschien wil je lekker naar de sauna, even naar de spa of wat dan ook. Echt even aan jezelf denken. Nu zal niet iedereen dat prettig vinden, maar net als de natuur opzoeken of dieren om je heen. Dat kan iedereen vaak wel waarderen. En dit voelt ook voor mij dat jij daar meer rust in gaat krijgen. Dat jouw energie stabieler gaat worden en jouw onrust gaat verminderen. Dus voor degenen die daar mee te maken hebben, dat is dus wel belangrijk. En we hebben natuurlijk kijk naar de sterren. 31 maakt ook weer 4. En we hebben bewustwording. Dus de dagen die nu gaan komen, gaan jou er bewust van laten worden dat iets dus nu dient te veranderen. Dat je, ja, of je kiest voor jezelf, of wat ik al zei, stel dat je in een relatie zit, wil totaal niet zeggen dat je in één keer single moet zijn, of wat dan ook. Nee, maar binnen die relatie dat je ook je eigen stukje opbouwt. Je eigen de ruimte gunt om ook je eigen individu te kunnen zijn. En niet altijd maar zorgende voor een ander, of het vooropstellen van een ander. Even op deze dagen mag jij jezelf vooropstellen. En nu is dat natuurlijk lastig als je als moeder of als vader aan het kijken bent en je hebt een gezin om voor te zorgen. Misschien ben je alleenstaand en je bent eigenlijk continu in die papa- of mama-modus. Probeer dan voor mijn part dat je even 5 minuten langer onder de douche staat of in bad gaat zitten. Even een muziekje op, rustgevende muziek, misschien een kaarsje aanzetten. Even terug in die bubbel. Even je moment van aarde pakken en even ja, ontladen. Is ook heel belangrijk natuurlijk. Eerder heb ik het altijd al over gehad. Hè? Het stukje voetenbadje met Himalaya zout is voor de na ook weer een mooie toevoeging. Als je een bad hebt, dat je lekker een bad gaat met Himalaya zout. Het zijn allemaal zuiverende elementen. En die zuiverende elementen, die hebben we nu echt nodig deze periode. Want het is intens. En daar kun je last van hebben. En sommigen kunnen een bepaalde energieboost op dit moment hebben. Waarbij je te snel wil gaan, maar bepaalde geduld is nodig. En we krijgen hier nog een keer patience eruit. Dus dat stukje geduld is echt nodig. En dit geeft de engelen dan ook weer, hè? Bepaalde wijze raadgeving die je mag ontvangen. Vooral vanuit jouw intuïtie. Jouw innerlijke stem die daarin gaat doorbreken. We krijgen hier ook de klok. Voelt voor mij ook een beetje als dat de divine timing er nog niet voor iedereen is. En dat je daar gewoon even geduld van mag hebben. Dat er eerst
iets overwonnen dient te worden. En dat kan dus zijn het stukje voor jezelf opkomen dat dat overwonnen dient te worden. We krijgen ook nog de zesde chakra, dus de derde oogchakra, de aartsengel Metatron. Belangrijke items, ook weer het stukje intuïtiviteit. Dus we gaan echt de richting in dat we steeds meer naar je onderbuikgevoel gaan luisteren. Of je innerlijke stem, hoe je het dan ook wil noemen. Dit is de vice versa tarot, dus beide kanten staat een afbeelding. Ik lees ze intuïtief, ik voel het in. En vanuit daar gaan we de boodschappen doorgeven. Kijk eens, de aas van staven. 9 van bekers. Kijk, andere kant staat deze dan. Voelt voor mij dat er nog een wensvervulling niet compleet is. Er zit nog iets in het vat wat je misschien heel graag zou willen. Misschien wil je heel graag een keer een verre reis maken. Of heb je zoiets van, oh, ik wil heel graag een keer... Als je wat oudere ouders hebt, mijn ouders nog meenemen daar naartoe of dit of dat. Maar financieel lukt het nog niet. Blijf ook manifesteren op het stukje geldstroming. Hè? Want er kan zoveel meer blijven stromen als jij er maar in gelooft. En dat hoeft geen grote bedragen te zijn. Hè? Maar stel dat je een hele grote belangrijke wens hebt. Wat je gewoon nog wil bereiken... op korte termijn, misschien zijn je ouders slechte benen, of gaat het slecht met je ouders, of met je partner, of wat dan ook. Het kan allemaal. Of voel je jezelf wat minder goed, door welke omstandigheden, of lichamelijk, of wat dan ook. En je hebt zoiets van, ja, maar ik wil dit heel graag nog een keer doen, want nu heb ik de kracht nog, of hun hebben nu de kracht nog. En als je dit zo het universum in gaat zenden, vooral met die 4-4-poort, zul je merken dat als je die affirmatie echt kracht bijzet vanuit die positiviteit, dat er ergens een bepaalde geldstroom naar jou toe zal gaan komen, waarbij jij dat bedrag gaat ontvangen, in welke vorm dan ook, om toch die activiteit in te kunnen zetten. Het kan zijn in de zin van kortingsbonnen. Het kan zijn in de zin van dat je misschien een tegoedbon bent. Of dat iemand zegt van, God, ik heb hier dit al geboekt staan, maar wij zijn verhinderd. Wil jij dit overnemen of wat dan ook? Voor een vele lagere prijs. Of misschien krijg je in één keer geld op je rekening gestort van misschien wel wellicht de belastingdienst of iets waarbij jij... te veel geld hebt betaald. Of wat dan ook. Er zal ergens... Misschien verkoop je via Marktplaats in één keer iets. Dat je weer geld hebt. Er gaat iets gebeuren. Er gaat echt op dat vlak iets stromen. En dan zul je ook merken... Kijk, want dit is de achterkant. Dan zul je ook merken dat alles blijft stromen. En al zie jij niet in dat het gaat stromen. Of dat het überhaupt al aan het stromen is. Dat komt omdat jij die ballen probeert hoog te houden. En die ballen hoog houden, dat kost ook veel energie. Maar ook geduld. Dus je kunt iets niet forceren. Blijf vooral innerlijk voelen wat het mag zijn. Wat dit met jou teweeg brengt. En nu kan het zijn... Kijk, nu zien we hier de 4 van zwaarden. En hier de andere kant. Deze kant komt naar boven. Het is belangrijk dus om aan zelfliefde te doen. Aan zelfzorg te doen. Tijd voor te rusten. Anders brand je accu'tje op. Geduld. Tijd aan jezelf. Aan je innerlijke stukken te werken. Aan je bewustzijnstukken. Krijg je de koning van bekers erbij. Jouw innerlijke balans. Jouw innerlijke rust. Liefde voor jezelf. Waardoor ook weer bepaalde creativiteit door jou heen gaat stromen. Dus het kan zijn dat jij op dit moment misschien een beetje gebrek aan energie hebt. Maar door aan jezelf er ook aan over te geven op het moment dat je zoiets hebt van... Ik sta op die automatische piloot, ik mag even aan mezelf gaan denken...
Even weer terug op die basis. Even weer terug in je element. Waardoor je dus ook merkt, oké, ik krijg ook weer ruimte om te gaan genieten. Ik krijg ook weer ruimte om iets op te pakken. Misschien wellicht iets creatiefs te gaan doen. Of lekker de moestuin in te duiken. Of plantjes in potten te zetten. Of misschien met die schilderskwast aan de haal. Muziek te maken. Maakt niet uit waar jij jouw creativiteit weer van gaat voelen. Maar wat ik ook aangaf, hè, sommigen kunnen dus die energieke boost hebben. Die hebben hier al van geleerd. Die weten al innerlijk van oké, ik zit hier tegenaan. Ik heb nu tijd voor mezelf nodig. En als ik dit in ga zetten, dan weet ik, ik heb daarna weer ruimte om te kunnen gaan genieten. Het is wel zo dat dit alleen kan als jij ook in je kracht blijft staan. Hè? Als jij ook vertrouwt op de levenscirkel, hè? Het ritme van het leven. En alleen dan zul je merken van oké, ik kan weer iets gaan creëren. Alleen, ik voel die stagnatie nog een beetje. Hè? Dat iets nog vertraging oplevert. Dat komt omdat er iets dus tegengehouden wordt. En dat kan dus zijn omdat je ergens te veel vast oppint. Misschien een beetje geobsedeerd bent van iets naar je toe halen of iets willen creëren. Als je het los kunt laten, dan kan het weer gaan rollen. Dan kan het weer naar je toe gaan komen. Dan kan die wensvervulling weer gecreëerd worden en veranderingen plaatsvinden. Dat is eigenlijk ook waar het stuk over gaat. Dus er zit een stagnatie in de energie, maar dit zorgt er ook voor dat je wel weer nieuwe inzichten mag gaan ontvangen. En dit zorgt er ook voor dat je af en toe in conflict kunt zijn met jezelf. Dat je het gevoel hebt van ik moet mijn eigen verdedigen. Maar voor wie? Voel eens innerlijk aan. Dit is de Mercurius die ook nog meespeelt. Hè? Stukje verdedigen. Stukje, ja, misschien bepaalde uitbarstingen. Misschien zit je ook een beetje dat je een kort lontje hebt. Maar dat hoeft niet heel erg te zijn, maar het voelt wel dat je daar iets mee mag. En vooral door je kracht en je vastberadenheid neer te zetten. Je wortels goed te verankeren op dat moment. Want ga jij in die emotie zitten, dan heb jij je niet goed gegrond. Want als jij je eigen goed grondt, zullen die emoties niet zo hoog worden. Dus als jij die emoties hoog laat worden, dan weet je, oké, wat heeft Sandra gezegd tijdens de reading? Goed gronden, dus neem een moment de tijd om die wortels uit je voeten weer te verankeren in moeder aarde. En vanuit daar weer in je stabiliteit terug te gaan komen. En als je dat doet, dan zul jij in het juiste stukje en inspiratie blijven zitten. Dan zullen bepaalde manifestaties ook anders naar je toe kunnen komen. En het is even een omweg wat je nu maakt. Hè? Dus even door deze energiestroom heen gaan. Dat zorgt even voor jouw gevoel misschien als omweg. Maar voor de andere kant zorgt het er wel voor dat gerechtigheid op zijn plaats gaat vallen. Dit is allemaal nodig om bepaalde stagnatie te doorbreken. En deze persoon ook, die staat op een balkon. Die beker staan voor zich. Maar hij geniet er nog niet van. Kan ook een zij zijn natuurlijk. Maar wat is het nu zo? Je kunt ook zeggen van oké, ik kan er omheen lopen en ik kan er wel van genieten. Ik kan met die persoon samenkomen of ik kan die situatie omarmen. Al is het even lastig. De mogelijkheden liggen er in ieder geval. En het is natuurlijk helemaal aan jou wat je ermee doet. Het is ook dat je bepaalde angsten dient te doorbreken. Hè? Balans weet te behouden. En alleen dan zul je ook merken van oké, ik ben eraan toe. Ik weet wat ik kan doen. Maar het is ook een stukje vergeving. Een stukje vastzitten in het verleden wat je mag vergeten. En vergeven. Want het stukje vergeving is ook zo van, ik zit nog hierboven. Kijk, hier heb je weer dat stukje balkon. Hè? Terwijl je eigenlijk hier die vrijheid in wil. Hè? Je wil eigenlijk die connectie gaan leggen. Je wil eigenlijk die reddende hand gaan geven. Nou, op dit moment is dat nog niet mogelijk. Ik pak er nog een kaartje bij. Ik pak even een ander dek erbij. Oké. Wat mag ik er als kaartje bij leggen? Kijk, de krachtkaart. Blijf voornamelijk in je kracht staan. En dat doe ik dus ook op het stukje energiepeil in jezelf hoog blijven houden. Niet je eigen op laten branden door welke situatie dan ook.
Voel jij van oké, ik heb echt even mijn bubbel nodig. Ga dan vroeg naar bed. Ga dan je tijd nemen. Hak dan ook knopen door. Maak keuzes. Maar het staat ook weer voor balans. Keuzes maken. Nieuwe ideeën krijgen. En vanuit daar gaan handelen. Maar vooral vanuit je gevoel. Want je kunt het niet altijd in het hier en het nu zien. Maar innerlijk kun je het voelen. Jouw derde oog is natuurlijk het virtuele oog. Wat je kunt activeren en kunt gebruiken om bepaalde richtingen te bepalen. Maar dit allemaal vanuit liefde voor jezelf. Vanuit liefde en heling en ruimte bieden. Dat jij het mag ontvangen vanuit andere doeleinden. Dit hoeft totaal niet te maken te hebben met een liefdespartner of wat dan ook. Dus ben je nu aan het kijken en je wil graag een liefdespartner. Daar voel ik dit op dit moment even niet mee. Dit voelt voor mij jouw eigen proces. De ruimte geven dat jij niet meer opgebrand hoeft te worden. Niet meer in die blokkering hoeft te zitten. Niet meer vanuit angst hoeft te gaan handelen. Maar dit ook achter je kunt laten. Het is wel zo dat het een eye-opener kan zijn deze paar dagen die er komen gaan. En voor sommigen kan het een eye-opener op het liefdesvlak hebben. Maar dat hoeft niet. Dat kan zijn als je single bent dat er misschien een blokkerende energie is waardoor iets nog niet stroomt. Wat gekoppeld zit nog aan een pijnstuk of een angststuk van wanneer dan ook. En zit je in een relatie en heb je zoiets van ja, maar ik het benauwt me. Neem dan ook je eigen ruimte zodat je je eigen ontwikkeling ook voor kunt zetten. Dan zul jij het rad van fortuin kunnen laten draaien en zul jij succes gaan hebben. Een stukje wensvervulling kan gecreëerd worden. Maar blijf je ergens aan vasthouden, ja, dan kom je toch van een koude kermis thuis. Dan is het wel nodig om te herstellen en te helen. Dus het is belangrijk aan te gaan voelen wat dit met zich meebrengt. Wat het voor jou nodig heeft om uit een bepaalde blokkering te gaan komen. En dit kan al zijn dat je bepaalde manifestaties vanuit die... Ja, wat... Het voelt voor mij, wat ik al zei, hè, dat het te obsessief is. Dat kan blokkeren de komende dagen. Kijk eens, we krijgen de keizerin erbij. En de zeven van bekers. Oké, dat is interessant, want we zien eigenlijk de maankaart met de keizerin. Toch wel elementen waarbij emoties dus in balans dienen te komen. Maar het intuïtieve stuk gaat binnen van bepaalde gedachtenpatronen. Van bepaalde emoties. Of ja, misschien jezelf omlaag trekken. Of je minder waard vinden of wat dan ook. En er gaat heel veel nog komen voor jullie de komende periode. Alleen weet je nog niet wat. En wat er aangeboden kan worden. Er zijn meerdere opties. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Er kan een verleiding plaats gaan vinden. Wat ervoor kan zorgen dat je misschien even niet meer helemaal in je energiestroom zit. En die verleiding kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld... of verleiding, het voelt voor mij ook... dat het kan zijn wat ik al eerder zei. Hè, en tijdens het voorstukje van dat je misschien een bericht krijgt. Waardoor het even allemaal in één keer op zijn kop staat of wat dan ook. Hè. Misschien krijg je een berichtje van... dit is er gebeurd en al je plannen lopen daardoor anders. Maar ja, die plannen lopen dus anders, omdat dit synchroon gaat lopen met jouw zielspad. En als dit nodig is om jou dus die omweg te laten nemen, om dan wel op het juiste moment op de juiste plek te zijn, omdat dat ja, te maken heeft met jouw zielscontract. En welk zielscontract dat is, dat kan dus op zakelijk zijn, de persoonlijk vlak zijn, kan op romantisch vlak zijn, wat dan ook, hè. Als het nodig is om nu die vertraging te krijgen, om vervolgens op het juiste moment op de juiste plek te kunnen zijn, waarbij dus voorspoed wenselijk is en ook zichtbaar is, dan is dit nu de periode dat dit ook zal gaan gebeuren. Probeer dus in je kracht te blijven staan. Probeer als jij het gevoel hebt van boosheid of verdriet of pijn of wat dan ook heel erg actief aanwezig is vandaag of morgen of overmorgen. Dat je dit dan ook probeert te ontkoppelen. We zien hier twee keer namelijk toch wel vuur en vlammen op de achtergrond en die uitbarsting van het vulkaangedeelte. Het kan ook zijn dat het nu de tijd is dat er een enorme wake-up call gaat komen voor jou.
Dat je echt een bepaalde reminder krijgt van oké, nu kun je niet meer eromheen. Nu mag je dit aan gaan kijken. En dit zal ervoor zorgen dat je kunt ontkoppelen van het systeem waar je in vastzit. Maar blijf vooral jezelf voorop stellen. Je gezondheid, je rust en de drukte in je hoofd laten afnemen. En dan zul je merken dat er een heel andere jij naar voren gaat komen de komende tijd. Waar jij eigenlijk van binnen misschien altijd al hebt gevoeld, maar nooit in het aardse stukje hebt neer kunnen zetten. Door welke belasting dan ook. Of dat het nou conditioneringen zijn of eigen patronen die jij neer hebt gezet of in jezelf hebt geplant. Er is geen goed en fout, maar hier ga je bewust van worden. Dat puzzelstukje gaat in zicht komen. En dan kun je het ook neerleggen en die kennis met je meenemen. Lieve mensen, ik laat het vandaag hierbij voor deze 4-4 Engelenpoort Energie Update. En dan wens ik jullie een hele mooie dag toe. Ondanks dat het misschien wat weerstand kan bieden, denk dan goed terug aan deze video om aan jezelf te denken en jezelf de ruimte te geven om te ontladen. En dan zie je van de week ook nog een video over de nieuwe maanenergie met volledige zonsverduistering. En mocht je de video's nog niet hebben gezien van de sterrenbeeldreadingen, die zal ik beneden in de beschrijving ook linken, zodat je deze kunt zien. Dit zijn de sterrenbeeldreadingen voor april. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en heel graag weer tot de volgende keer. Doei doei!